Why I love this book. Het zijn hele korte verhaaltjes. Geschikt voor op de wc, zou ik zeggen. Een verhaaltje waarin hele gewone situaties altijd op een rare manier uitpakken. Het is dingen die ik meemaak omdat ik zelf inmiddels al lang niet meer gewoon ben. Want iedereen kent mij en ik ken niemand. Het is om te lachen. Dat je van die wc gaat met een glimlach. Of met een traan. Het gaat over dingen die ik meemaak. En wel met lekker veel zelfspot en hier en daar wat uitvergroot. Maar soms ook precies zoals het is.